Op vakantie gaan in tijden van COVID-19 is niet vanzelfsprekend. Toch blijven we dromen van een heerlijk welverdiende vakantie. Maar die kiezen we dichter bij huis. Maar liefst 41% van de Belgen koos door de lockdown voor een vakantie in eigen streek. En voor vakanties dicht bij huis bezoeken we Parador vakantieparken. De coronacrisis heeft ongewild een heel sterke boost gegeven aan onze sector. Zaken zoals vrijheid, vakantie, beleving, dicht bij huis zijn in. Wij bieden dat op onze parken aan. Natuurlijk door onze serviceverlening en de dienstverlening naar onze klanten te verbeteren. Dus nog eens ongewild is er ook de coronacrisis bijgekomen. Dus we zien dus heel duidelijk dat mensen dichter bij huis blijven. En dat vertaalt zich ook heel sterk dus in een verdubbeling van de verkoop van chalets en stakermans op onze parken, evenals de verhuur ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Klantvriendelijkheid is bij ons de topprioriteit. Verder proberen wij ook volop in te zetten op kwaliteit en een zeer goede service. Dit vertaalt zich niet alleen in zeer propere huuraccommodaties, sanitaire gebouwen, maar uiteraard ook tal van randfaciliteiten zoals openluchtzwembad, binnenspeeltuin enzovoort. Ik denk dat mensen momenteel meer behoefte hebben om te investeren in een chalet of stacaravan, omdat ze de zekerheid willen van op vakantie te kunnen gaan. Staycation was nog nooit zo populair. En we merken ook dat mensen meer en meer hun eigen land meer gaan herontdekken. Het is interessant om te investeren in een stacaravan of chalet, omdat men op die manier eigenlijk kan gebruik maken van het beste van twee werelden. Enerzijds is dat het eigen gebruik van uw recreatief verblijf. Dus elk vrij moment, elke vakantie kan men met het gezin gaan vertoeven in het tweede verblijf. Anderzijds heeft men ook de mogelijkheid om het tweede verblijf te verhuren aan derden, wat het ook een heel interessante investering maakt. Om te blijven groeien blijven wij volop inzetten in onze service- en kwaliteitsverbetering. Zo hebben we bijvoorbeeld op verblijfpark Ardinam een splinternieuw openluchtzwembad geïnstalleerd afgelopen seizoen. Is verblijfpark Brebos een reusachtige airtrampoline rijker en werd er op vakantiepark Duinzicht een splinternieuwe buitenspeeltuin geïnstalleerd. Het zal een grote uitdaging zijn om de enorme groei die we ongewild te denken hebben aan de coronacrisis, om die vast te houden. En dat gaan we proberen te doen door serviceverbetering, optimalisering van onze activiteiten en ook vooral door de digitalisering van alle facetten van ons bedrijf. Dat is eigenlijk de grote tool voor de toekomst.